Ja, om bij deze deur te komen, moet je misschien springen. Die trap staat iets te veel naar rechts. Of als je deze oortjes voor de allereerste keer indoet, dan doe je misschien per ongeluk de AUX-kabel de eerste keer in je oortje. Dit is ook zo onlogisch. Of bijvoorbeeld dit. Dan maak je een dak, maar dan precies waar de mensen zitten, maak je een rondje. Wanneer het dus regent, worden de mensen kleddernat en de rest eromheen niet. Dat is ook weer zo, ja, niet slim bedacht. Dit zijn de meest hilarische designfails. En laten we snel doorgaan. Want we hebben er veel meer. Zoals deze bijvoorbeeld. Waarom heeft zij zo'n lange nek? Ja, er is iets fout gegaan. We hadden waarschijnlijk alles al gemaakt. En toen moest het gezicht er nog op. En toen dacht ze... Laten we gewoon een lange nek geven. Dat fixt het. Wat is dit? Ja, waarom moet je uit Spider-Man zijn kont nou de tissues trekken? Dat is zo raar. Zeg maar, het is Spider-Man. Laat het dan uit zijn hand komen. Oh ja, dit is een goede spiegel. Echt helemaal top. Dan kan je precies zien hoe iedereen aan het plassen is. Goeie spiegel. Goed geplaatst. Oh, dit is ook een hele goede deur, dames en heren. Ja, ja, hier wordt nooit ingebroken. Nee. Zeg maar, als je heel graag naar binnen wilt, dan zie ik nog wel een optie om het te kunnen doen zonder het slot eraf te halen. Ik zie een kleine optie. Zie jij hem ook? Ik wel. McDonald's. Wat is dit? Ja, één gouden boog hebben ze, maar de tweede gouden boog zijn ze vergeten blijkbaar. Ja, dit is een hele gekke McDonald's. Gek genoeg, als ik dit bord zou zien, zou ik er juist gaan eten. Gewoon omdat ik heel benieuwd ben. Dit restaurant ben ik ook heel benieuwd naar. Zeg maar, ze hebben letterlijk een bankje voor mensen die geen vrienden hebben, lijkt het wel. Ja, één van de bankjes die kijkt gewoon letterlijk naar de muur. Dat is echt heel erg sad. Zeg maar, als je heel alleen voelt, dan kan je daar eten in schaamte. Ja. Dit bankje staat precies bij de sproeiers. Dus hé, je bent bijvoorbeeld gewoon lekker aan het chillen op dat bankje. En opeens springen die sproeiers aan. Ja, dan ben je kleddernat. Stel je voor dat gebeurt bij je. Dan heb je echt een slechte dag. Veiligheidswaarschuwing. Dubbele punt. Gemaakt in Chili. Wat is dit? Zeg maar, de veiligheidswaarschuwing is dat het gemaakt is in Chili. Dat is, ja. Oké, okay, nou, dankjewel. Blijkbaar dus nooit producten uit Chili halen. Want, ja, blijkbaar is het gevaarlijk. We zien hier een hele mooie klok. Ja, je ziet alle nummers heel erg goed. Maar de wijzers, die werken niet. Ja, dit is dus zeg maar een klok op LED. Oftewel LED-verlichting. En alles heeft LED-verlichting, behalve de wijzers. Ja, als de wijzers niet werken, heb je ook gewoon geen klok. Dan heb je letterlijk gewoon cijfers in een rondje, zoals je hier ziet. Sample tekst. Staat er dan nou echt op? Er staat letterlijk erop voorbeeld tekst. Zo van hier, voer hier je tekst in die je wilt hebben. Wat is dit? In het al zo mooie België heb je blijkbaar dit bankje. Maar yo, ik moet hier een keer heen. Even serieus. Dit is gewoon een bankje en daarboven is een prullenbak. Wat? Dus jij zit gewoon lekker te chillen op je bankje. En opeens komt er iemand zeg maar even afval boven je weggooien. Ik ben dus sinds kort verhuisd naar België, voor de mensen die het niet weten. En dit is blijkbaar gewoon in hetzelfde land waar ik op dit moment ben. Ik zie het als een roadtrip. Ik ga hier naartoe. Let's go! Oh, dit brood is echt helemaal beschimmeld. Of nee, toch niet. Zoals je ziet is het een verpakking. Wie is er nou zo dom om zeg maar een verpakking te maken met een doorzichtige groen erop? Zeg maar, dan lijkt het beschimmeld. Dit is echt... Oh, jongens. Ik snap niet eens hoe dit überhaupt in de winkel heeft kunnen liggen. Oké, deze stoel die is nogal... Auw. Ja, als je op deze stoel gaat zitten, nou, ik denk dat je dat niet wilt. Laten we snel doorgaan, want ik vind deze stoel een beetje pijnlijker uitzien. Oké, dit is een toilet. En op die toilet is een soort van natte ding bedrukt of zo. Ja, dit is dus niet een daadwerkelijk toilet die heel nat is. Dat is de bedrukking erop. De bedrukking is zeg maar druppels. Het is wel handig als je vaak naast de wc plast. Dan ziet namelijk niemand dat je het hebt gedaan. Want ja, de bedrukking die is al nat. Dus dat is top. Wat is hier fout gegaan? Je zou maar zeg maar stratenlegger zijn. En gewoon bezig zijn met je straatleggen als een stratenlegger. En opeens, boem, heb je dit probleem. En dan denk je ook van, er is iets misgegaan. Pak snel de brandblusser. Pak hem, pak hem. Nou, jij rennen naar de brandblusser en boem. Oh nee. Dit is echt, ja, dit is niet heel handig. Zeg maar, als je dan iets in een doos stopt of in een rode grote box, weet je wel, zo van nood. Zorg dan wel dat die open kan. Want dit, wie heeft dit nou weer bedacht? Dit is echt heel gevaarlijk, ouwe. Ja, ze hebben hier dus met graffiti een tunnel gemaakt. En het lijkt net echt. En dit heeft er dus voor gezorgd dat één auto dacht dat het een tunnel was. En die crashte gewoon vol op de muur. Oh my god. Dat noem je een hele erge designfilm. Oh, wow, wow. Ik word gewoon
er helemaal misselijk van deze trap. Ja, ik ga hier niet langer meer naar kijken. Ik denk dat jullie wel begrijpen waarom dit een design fail is. Wat is dit? Dit is letterlijk een kraan. En als je hem opendraait, komt het water op het stopcontact. Dit is niet goed. Nee. Namelijk als water en elektriciteit samenkomen, komt er een kortsluiting. Wat jullie allemaal wel begrijpen. Dus ja, dit is echt niet goed. Ja, bij dit stoplicht is het altijd een verrassing of het nou rood of groen is. Ja, nee, dit kan toch niet, bro? Dit is onmogelijk om dit stoplicht te zien. Dit lijkt bijna nep. Oh, deze is grappig. Ja, deze is oprecht grappig. Zeg maar, als ik een hotel in zou komen en ik zie dit bij de receptie. Ik heb al de beste hotel ter wereld. Ik zou gelijk mijn telefoon pakken en een 5-sterren review schrijven. Dit is gewoon geweldig. En dit is niet zo geweldig. Bro, deze spiegel is echt... Yo, oprecht. Hier word ik ook weer gewoon misselijk van. Ik hoef niet uit te leggen waarom dit een design fail is. Large, small. Oftewel groot, klein. En het bordje waar groot op staat is kleiner dan het bordje waar klein op staat. Dat is zo onlogisch. Ik kan daar heel erg boos van worden. Ja. We gaan gewoon snel door, want dit slaat nergens op. Deze puzzel ging een beetje fout. Er zijn gewoon letterlijk mensen geweest die waarschijnlijk uren gedaan hebben over deze puzzel. En dan erachter kwamen dat zo de neus eruit zag. Ja, arme mensen. Ik vind het zielig. Die design fails kunnen echt niet. Dit is ook niet heel erg slim. Er staat hier gewoon letterlijk een elektriciteitspaal. Ja, ik denk tenminste dat het een elektriciteitspaal is. Midden op de weg. Oh, echt midden op de weg. Wat? Welke gemeente dacht van, goed idee. Nou, blijkbaar denk ik een gemeente in Amerika. Ja, dan moet ik zeggen een staat in Amerika. Want dit ziet er Amerikaans uit. Ja. En het verbaast me niks. Sorry, maar ja, het verbaast me niks. Dit is een schommeltafel. Maar een schommeltafel, dat is zo erg dom. Zeg maar, dan kan je dus alleen naar achteren schommelen. En als je naar voren wilt gaan schommelen, dan lieg je tegen die tafel aan. Ja, dit is opnieuw weer een design fail. En dit is 's werelds gevaarlijkste trap ter wereld. Zeg maar, het ziet er cool uit, deze trap. Maar veilig, dat is het niet echt. Politieauto. Dat is een hele mooie politieauto. Ja, het is letterlijk een ambulance, helikopter. En heel groot daarboven staat politieauto. Ja, gelukkig is de verpakking doorzichtig. Dus ik neem aan dat niemand teleurgesteld is. Deze föhn is ook een enorme design fail. Want ja, als je föhn kan smelten, dan is dat niet heel goed. Zeg maar, de hele ding van een föhn is dat het warm kan worden. En wanneer het dan smelt, dan is er iets fout gegaan. Oh, leuke video. Nou, even aanklikken. Hè? Waarom werkt hij niet? Oh, wacht, omdat het een boek is. Ja, deze persoon heeft letterlijk een video toegevoegd in een boek. En er staat ook gewoon, zeg maar, met tekst dat ze de video moeten afspelen. Zeg maar, een video kan je niet afspelen op een stukje papier. Dit is de meest verwarrende lift ter wereld. Ik ben echt serieus. Zeg maar, alle nummers staan gewoon door elkaar. Zeg maar, wanneer jij naar jouw verdieping gaat, moet je oprecht eerst gewoon een minuut zoeken. Waarom doe je het gewoon niet van hoog naar laag? Waar slaat dit op? Dit is ook weer een enorme design fail. Net zoals deze trap. Zeg maar, er is zoveel trap dat niet gebruikt wordt. Dat hele middelste stuk, daar kan je gewoon niet komen. Dat is gewoon zonde. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Dit waren de meest hilarische design fails. Maar wil je er nou meer zien? Klik dan snel op deze video. Want deze design fails zijn nog meer hilarisch. Sfeertje, klik nou. Klik maar. Deze design fails zijn echt heel erg leuk. Waar ben je nog? Waarom kijk je nog? Klik op deze video. Als je deze video al hebt gezien, dan ben je sowieso een baas. Vergeet dan zeker niet te abonneren. Want morgen weer een nieuwe video om 6:30. Mijn naam is Mick. En ik zeg Mick out.